Nou, we zijn hier bezig met een renovatieproject in de Bloemenbuurt. We hebben hier 246 woningen die wij hier renoveren. De schil wordt sowieso helemaal gerenoveerd. En daarnaast hebben de bewoners aan de binnenzijde van de woning ook nog keuze. Wat ik uniek vind aan dit project is dat zie je al heel goed aan de stijl van de kozijnen en dergelijke. Er is een heel team mee bezig geweest en voornamelijk een architect die heeft de archieftekeningen en zo zijn helemaal bekeken. En de woningen worden echt weer een hele oude stijl teruggebracht. Elke woning heeft wel weer zijn eigen unieke dingen en de unieke mensen. En dat maakt het voor mij als werkvoorbereider gewoon een heel dynamisch en interessant project. Deze is plus 8. We zijn ook gestart met de kozijnenverwarming. Dan mag je iets voor, dus je moet je eerst allemaal afgetrokken hebben. Toen ik voor mijn opleiding bouwkunde op zoek was naar een stage, ben ik bij Aalbers terechtgekomen. En daar heb ik calculatie gedaan, een stukje projectvoorbereiding, daarna nog even uitvoering. En momenteel ben ik bij Aalbers in dienst als projectvoorbereider. Ik heb meerdere collega's waar ik het ontzettend leuk mee kan vinden. En waarmee we ook wel eens een hardloopwedstrijd gaan doen met z'n allen of een festival bezoeken. Ja, er is eigenlijk geen één dag die precies hetzelfde is. En dat heeft er voornamelijk mee te maken dat je verschillende fases hebt van het project waarin je zit. De ene moment ben je bezig met de inkoop, het andere moment ben je bezig met planningen. En het andere moment ben je weer bezig met wat financiële aspecten. En wanneer een dag voor mij eigenlijk geslaagd is, als ik gewoon met het team leuk aan het werk ben, we een mooie prestatie neerzetten, ja, we weer een fase hebben afgerond en ik gewoon met een lekker gevoel naar huis ga, dan is voor mij eigenlijk een dag geslaagd. De eigenschappen die je als projectvoorbereider, tenminste die ik als projectvoorbereider heb, die goed zijn voor de functie, zijn denk ik toch wel doorzettingsvermogen, het kunnen plannen, een beetje gestructureerd zijn. Maar in principe heeft ieder zijn eigen eigenschappen en past iedereen wel in een team.